spelers gaat die beroemde trap af hier in het prachtige, sfeervolle stadion De Koel in Venlo. Prachtige entourage voor een voetbalwedstrijd. De scheidsrechter gaat voorop. Dat is Christian Baks. VVV dat gewoon ijzersterk bezig is hier in het eigen stadion. Al 7 wedstrijden niet heeft verloren. Sinds 18 augustus ongeslagen is, toen verloren het hier van Ajax. En VVV won ook zijn laatste thuiswedstrijd. Dat was kort voor de winterstop. De thuiswedstrijd tegen Pek Zwolle. Waarin VVV weliswaar niet geweldig speelde. Maar wel comfortabel won met 2-0. Daar komt Anko Jansen, de aanvoerder van Emmen. Opstelling van VVV. Roel Jansen heeft een basisplaats als linksback. Christian Koem zit op de bank. En verder is het dezelfde ploeg als vorige week in Den Haag. De stad van Maurice Stijn. Daar waar VVV dus uiteindelijk met 4-2 won. En dan kijken we naar de opstelling van Emmen met deze Jafar Arias dus nog altijd in de spits. Daar de bijzonder succesvolle invaller Niklas Pedersen. Maar gewoon bankzitter. Net als de nieuwe spits, Sven Braken. Een Limburger. Maar niet van VVV, maar van in het verleden MVV. Een Maastrichtenaar, Sven Braken, die overkwam van NEC. Boys, deze wedstrijd is super belangrijk voor ons. We moeten hier wat halen. Hoe het ook bent of keert. We gaan hier wat halen. Come on! Come on! Duidelijke woorden. Lappa onder de bal door. Susic. Eerste dreiging van VVV. Jansen. Even een goed positiespel van Emmen. En eindigt het hier als er geen contact is met Michael de Leeuw. Mlappa sterk. En ook snel. Kijk, hij is er langs, hè. Mlappa. Niet echt lekker verdedigd door Kezaya Veendorp. Want die laat zich daar toch aftroeven door die lange spits van VVV. Post. Kavlan. Daar komt Emmen. Met een aardig schot. Hard zat van Alexander Banning. Redding Oenerstal. Opoku. Hier gaat Mlappa. Veendorp ligt op de grond. Sterk. Peniel Mlappa. Joosten. Susic vraagt. Natuurlijk gaat Joost eerst naar zijn rechter, dan naar zijn linker. Goeie actie, bijna een eigen goal en dan zit hij er alsnog in. En staat VVV op voorsprong. Opoku maakt hem. Uit de draai. En passeert zo Kjell Scherper. Hele goede actie van Joosten, de man in vorm. Dat was hij kort voor de winterstop, dat was hij vorige week. In de wedstrijd tegen ADO, hier een prima voorzet die slecht wordt verwerkt door Kavlan. Dan is er paniek bij Emmen, valt de bal voor Opoku. En Opoku zet VVV op voorsprong. VVV gaat met een overwinning naar 29 punten. Dan gelijk met Vitesse. Maar goed, de concurrentie speelt morgen. Utrecht en AZ. Banning, verre hoek, het is gelijk. Wat een goede goal zeg van Alexander Banning. Was natuurlijk al gevaarlijk in de eerste 10 minuten. Toen schoot hij volgens mij met rechts. Hard op de vuisten bij Oenerstal. En nu zorgt hij voor de gelijkmaker.
juist in een fase waarin je het idee hebt, Emme heeft het ontzettend moeilijk, komt het op gelijke hoogte. Anko Jansen krijgt de bal bij Banning. Met links, verre hoek. En nu heeft Oenerstal geen antwoord. En eigenlijk uit het niets de gelijkmaker voor Emme. Gevaarlijke kopbal, goede redding. Scherpen, bal is nog niet weg. Maar nu wel. Emmen ontsnapt hier aan een tegentreffer. Goed gekeerd hoor, door Kjell Scherpen, die niet veel tijd had om daar te reageren. Opnieuw Banning. Susic probeert ertussen te komen, maar dat lukt niet. Klok. Oh, Arias, handig balletje en de kans voor Bijl. Alleen krijgt hij de bal niet tussen de palen, Glenn Bijl. Mlappa. Moreno Rutte, Opoku in positie, Seuntjes bij de tweede paal. Dat had hem kunnen zijn voor Ralf Seuntjes. De hand omhoog richting Moreno Rutte, want de voorzet was wel prima. Maar zwak afgerond door Seuntjes. Misser van Kaflan. Mlappa. Opoku achter het standbeen langs. Is dit een overtreding? Nee, zegt de scheidsrechter Christian Baks. Meteen geeft hij aan dat Opoku zich veel te makkelijk laat vallen. En dat het geen overtreding is van Veendorp. En dat er dus ook geen penalty komt. En daar valt wat voor te zeggen. Anko Jansen. Banning bij de tweede paal. Jansen zelf geschoten. Goed schot. Redding Oenerstal. Chacon, Bijl, Kaflan. Sterke fase van Emmen nu. Nadat VVV sterker aan de tweede helft begon. Anko Jansen, gelukje. Anko Jansen, Arias, doelpunt. Wat een goede goal, zegt van Emmen. Perfecte voorzet en heerlijk binnengeknikt door Jafar Arias. Emmen staat op voorsprong in de koel. En natuurlijk is Anko Jansen irritant voor VVV. Het publiek ergert zich aan hem. Maar wat kan hij goed voetballen, Anko Jansen. En wat is hij ontzettend waardevol voor Emmen. Anko Jansen heeft het geluk dat de bal uiteindelijk hier weer bij hem terugkomt. De blik gericht op Arias. Eén stap naar voren. De voorzet perfect op maat. En een goede kopstoot. 1-2. Seuntjens, Susic, Mlappa, Joosten. Joosten, Seuntjens ging vroeg omhoog. Oh, hij zit er alweer in. En hoe hij het doet, doet hij het. Maar Opoku maakt zijn tweede. En het staat weer gelijk. 3 minuten na de goal van Arias scoort VVV. De videoscheidsrechter. Kan gaan kijken. Nou, hier is het buitenspel voor Seuntjens. Maar Opoku, die het doelpunt maakt, staat niet buitenspel. Nog één keer stilzetten, ja. Oké. Okay. Je kunt zeggen, Seuntjens gaat wel het duel aan. Maar hij zegt geldige goal. En dus 2-2. Susic. Ja, los van Chacon. Wat een goede speler is dat toch, die Susic. Susic. Joosten. En weer Scherpen. Voor rust had hij natuurlijk al een geweldige redding. Scherpen op die kopbal. En hier houdt hij andermaal Emmen op de been. Invaller Dekker. Mlappa. Seuntjens de Hart. Voor Moreno Rutte. Dekker is op de positie van Rutte gaan spelen. Rutte nu linksback. Opoku verlengt. Mlappa! Hoe krijg je hem naast? 100% kans voor de topscorer. En in de 82e minuut verwacht je hier eigenlijk de 3-2 van Mlappa. Hard gekopt.
maar wel net aan de verkeerde kant van de paal naast dus. Susic. Otoku. Is goed gespeeld door Otoku. Suntjens, Mlapa, dan is er aansluiting. Dekker. Joosten. Wordt hem een voorzet gevraagd. Hier moet je gewoon schieten als je op een meter of 18 van het doel uitkomt. Dekker doet dat. Opoku is niet verrassend verkozen tot man van de wedstrijd hier in het stadion. 2 goals. Maar wat houdt VVV aan deze wedstrijd over? Wordt het een punt? Worden het er 3? Niet echt lekker weggehaald. Fout van Anko Jansen. Het schot werd nog aangeraakt. Schot van Susic. Ingreep van Post. Het is echt een gevecht. In de koel, in de extra tijd. Nog 2 minuten. Komt er een winnaar. Klok. Richting Pedersen. Die je altijd in de gaten moet houden in de extra tijd. En de goal van Chacon. Het is 2-3. 5e minuut extra tijd. En Chacon zet Emmen voor de 2e keer vanavond op voorsprong. Hij moet wel de tol betalen, Chacon. Want het bloed stroomt uit zijn mond. Wordt daar in het gezicht geraakt door Seuntjens, maar hij geeft niet op en schiet heel goed binnen. Passeert Oenerstal in de verre hoek. Wat een uitstekende goal. Oenerstal wordt weer verrast, net als bij de goal van Banning in de eerste helft. De ontlading is enorm bij Wat is er nog mogelijk? Voor VVV Joosten. Daar was Oenerstal dichtbij. De bal wordt voor het doel gekopt van Brugge. De keeper zit ernaast. Scherpen. En met kunst en vliegwerk blijft Emmen hier op de been. Oenerstal was daar gevaarlijk. En hier fluit Christian Baks in het voordeel van Emmen. Vrije trap. Het was nog een hachelijke situatie voor Emmen. Er is wel contact met Oenerstal. Maar het is beoordeeld en er komt geen straf op. Emmen wint in Venlo. En dat is een daverende verrassing. Lukien blijft maar stunten met zijn ploeg. En verliest VVV voor het eerst in eigen stadion sinds 18 augustus.